Ja, je mag joh, man een hoop. Duwboot. Nou, leuk uitzicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Nee. Nee. Het heeft gevroren en mijn slaapzak is een beetje oud. Heb jij lekker geslapen? Ik heb wel redelijk geslapen, ja. Ah, lekker. Ik niet. Mijn slaapzak was te koud. Die is oud. Die is van Dons, maar volgens mij is het Dons verpulverd. Nou, we schudden hem wel even op. Nou, kijken. Ah, oh, allemaal strandjes. Hier ben jij geweest beneden. Dus. Leuk eens even. Leuk. Nou, er waren wel jongens in een paar auto's. Die hebben zich heel netjes gehouden. Er ging even muziek aan, het werd gelijk zacht gedraaid. Die zijn tot een uurtje of twee gebleven, maar daar hebben we helemaal geen last van gehad. Dus dit is wel een heel prima plekje hier. We doen het even rustig aan. Dan gaan we richting Den Haag. Ja? Kleine duvel. Gefeliciteerd met je broertje. Dankjewel. Ja, nou, mijn broertje. Nou, even koffie drinken, dan gaan we maar weer. Ja, deze dijk wordt zondags goed gebruikt met mooi weer. Veel fietsers, hardlopers. Ja, kom. Gaan we richting Den Haag. Kolen. We hebben al gas zien gaan. Nou, er wordt aardig wat Nederland in of uitgevaren. Ik weet niet welke kant dat is eigenlijk. Volgens mij richting Duitsland dat. Dat is het oosten. We moeten... Ze wil daarheen. Kom maar. Daar komt niks aan. Maar goed, jochies. Ik ga een beetje scheef die heen. Ik ben niet allemaal aan de linkerkant zitten, jongens. Ik zat nu op de... Want je ziet dus... je ziet van die grote boten... De ene vaart dan links en dan weer rechts. Ze gaan precies als elkaar zitten. Het is niet van... Nou, ze horen rechts aan te houden, maar... Ja. Er zijn waarschijnlijk vaargeulen waar ze zich aan moeten houden als ze een bepaald gewicht hebben. Ik denk het, ja. Ik weet wel dat ik vroeger met zeilen leerde over lengtes van jachten en dat soort dingen. En dieptegang, maar dat is wel heel lang geleden. En dat zal ongetwijfeld veranderd zijn. Je ziet daar toch heuvelachtig landschap, hè? Nou, je komt hier in een heel klein industriegebiedje terecht. Daarna gelijk in een dorp. Het was een prima nachtje. Wel koud. We rijden naar een on-Nederlandse heuvelrug toe. Richting Nijmegen, Beek. 600 meter. Sla rechtsaf. Oh, mooi. En condens, jongens, hebben we helemaal geen last van gehad. We hebben alles dicht gehad vanwege de kou. Het heeft gevroren. En de voorruit had een paar druppies, maar ik heb de deuren tegen elkaar opengezet in het zonnetje en dat was zo verdwenen. Er is niets nat, niet klam. De slaapzakken zijn droog. Dus dit is allemaal prima geweest. Ik heb wel halverwege de nacht mijn puffy jack, deze, over die kleine gegooid. Dat ik niet wist of die het warm genoeg had. Daar is die onder blijven liggen dus. Rechtsaf. Het zijn net bossen, maar dan anders. Ja.
zijn bij Den Haag, bijna bij Geerse Broertje. Geen idee of die er is. Hij is vandaag jarig, we gaan hem verrassen. We hebben dubbel zout en drop voor hem gekocht. En hoe de rest van de dag eruit gaat zien, hebben we nog geen idee van. Maar we nemen jullie weer mee. Tot straks. Nou, we zijn net weggereden bij mijn zwager, bij Geerse Broer. Het was echt een hele leuke verrassing. Eerst deed hij die open, toen dachten we, oh god, hij weet natuurlijk niet dat we komen, maar is hij er wel? Maar hij stond stof te zuigen. Dus hij hoorde ons niet. Op zijn verjaardag. Op zijn verjaardag. Hij had natuurlijk zijn verjaardag eigenlijk al gevierd. Dat wisten wij wel. Maar nou, we zijn de hele middag en een avond bij hem geweest. Je ziet het is donker. We rijden... we hadden twee opties. We hebben ze allebei besproken. Waar zullen we heen gaan? Twee plekken waar we meer hebben gestaan. Dat zijn geen camperplaatsen, maar plekken waar je niet opvalt. Eentje is bij de Noord-A, bij Zoetermeer. En daar zit een geitenboerderij, die heet het Geertje. En daar hebben we al een paar keer gestaan. 100, 200 meter van die boerderij af. Op een recreatieplekje aan het water. En een andere plek is bij een van de grote bosparkeerplaatsen van het Elysium bij Bleiswijk. En we hebben daarvoor gekozen, omdat daar wel eens meer autootjes staan van nachtvissers. En dan vallen we niet op. Dus dat is wel een niet-officiële plek. Ik wil niet zeggen dat hij illegaal is, hij is gewoon niet officieel. Dus die kiezen we. Ook omdat hij een beetje in de buurt is van de dierenarts. 600 meter. Houd links aan bij de splitsing. Yes, ma'am. Het is een plek die vlakbij onze oude dierenarts is. Dus we willen in die een rabiesinjectie laten geven. En even laten nakijken. Links aan bij de splitsing. Dat doen we altijd als we hier zijn met ons hondje. Onze oude dierenarts, hele goede vent. En dat gaat misschien morgen gebeuren, geen idee. We gaan het merken. In ieder geval gaan we nu naar onze nachtplek. Zie jullie straks. Neem de afslag rechts. Nou, we zijn bij het terrein aangekomen. Hier is nog niet veel veranderd, zo te zien. Dat is mooi. Zullen we tegen de bosrand zetten? Sla linksaf. Dat zit wat rechteruit. Welke? Nee. Oh, zo bedoel je. Nou, dit is wat ik al zei. Een gewone parkeerplaats voor... ja, voel beter aan deze inderdaad. Dit is een extra parkeerplaats eigenlijk voor het Elysium. Dat is een heel groot... spa-sauna-centrum. Daar in de verte zit een, die lichtjes die je ziet, dat is een tuinderij. Voor de rest is dit een recreatiegebied. Ik zal morgen kijken of ik de coördinaten kan ophoesten. En wij gaan slapen. Ik zie jou en dan moet ik even een lampje aan doen. Even voelen. Heb jij knopjes? Ja, hier. Ja, ik zie je. Zo, hallo. Oké, even. Wat moet je poepen? Ja, zo. Hij gas me even poepen. Nou, dat was tegen de hond, niet tegen mij. Oké, ik zou zeggen, we zien elkaar morgen. Bye. Zie je morgen. Nou, goedemorgen allemaal. We hebben weer een nacht overleefd, hè? Ja. Het is heel erg zonnig weer. Ergens anders. Wat? We rijden nu van Bleiswijk richting Pijnakker. Want we gaan naar de praktijk van onze oude huisarts. Niet huisarts. We hebben het net over huisarts en dergelijke. We rijden nu naar de praktijk van onze oude dierenarts. En daar laten we Indietje een prikje krijgen. Het gaat om de rabiesinjectie. En de gezondheidsverklaring is eigenlijk helemaal niet meer nodig. Maar het is allemaal wat versoepeld. Loop de jaar. Rabies blijft wel gelden. Nou, die hebben we natuurlijk nodig voor die kleine. En dan gaan we het voor de rest wel horen. Hier is een karwei. We moeten natuurlijk ook nog wat boodschapjes doen. Het is jammer dat het dit soort weer is. Want anders hadden we weer lekker buiten kunnen ontbijten, net als gisteren. Maar het is zoals het is. We doen er toch met z'n allen niks aan.
En we hebben vandaag een volle agenda, want ik heb weer een koude nacht gehad in mijn oude slaapzak. Dus we gaan vandaag een uurtje of één of zo naar Woerden, naar de Zwerfkei. Eens kijken wat voor slaapzakken zij in de aanbieding hebben. Warmer, hopelijk. We zien jullie straks. Indy die is een beetje van slag. Die wil steeds niet eten. Dan neemt hij een paar hapjes en heeft hij het weer voor gezien. Houdt hij het weer voor gezien. Nee, gas maar, joh. Ja, nou, veel plezier. Er valt nog niet zoveel te maaien, volgens mij. Nou, we komen bijna naar cabinerij hier. Maar heel lang geleden dat we hier zijn geweest. Ja, 4 geleden of zo. Het ziet er allemaal nog wel grauw uit nu, maar dat doet heel Nederland, geloof ik. Opnieuw is de condens in de auto minimaal. Op de ruiten zat wat, dat konden we zo wegvegen. Maar de auto, het binnengedeelte is niet nat, niet vochtig. De slaapzakken zijn gewoon droog, onze kleren zijn droog. Dus dat valt heel erg mee. Maar dat komt ook, denk ik, door het dakraam wat eigenlijk altijd ventileert. Dus we hebben ook een koolmonoxidemeter die ligt achterin. Die reageert ook nergens op. Met 3 personen in de kleine ruimte. Dus dat valt ons heel erg mee. Daar zijn we ook blij mee. Dus grote vochtvreters en dergelijke. Dat soort schrikbeelden. Geen paniek. Is er niet de nodige. Nou, onze oude woonplaats. Als je hier het spoor volgt, een paar kilometer helemaal naar het randje van het dorp, dan woonden wij daar niet aan het spoor, maar aan de bosrand. Op zich wel een heel leuk plekje. En we hebben er met plezier gewoond. Een kebabtent zit er. En weer een pizzeria, nog een pizzeria, zo. Het hoekje supermarkt, dat is ook nieuw. Wijkman, Bikes, oh, dat, die heette niet Wijkman volgens mij, maar die zat er wel. Opvoedpoli. Sportinstituut, dat was de fietsenzaak. Nou, wij pakken deze rotonde 3/4. Oké, we zijn er. De Doggy Wash. Europa Land. Dierenarts Hogendoorn. Nummer 19 woont hij. Of tenminste woont hij niet, werkt hij. Het is mooi. Hij heeft een dierenwinkel. Hij heeft een grote parkeerplaats. Hij heeft een doggy wash trimsalon. En uiteraard de dierenartsenpraktijk. Dan gaan wij even naar binnen. Tot zo. Jeetje. Steeds luxer wordt het hier. Ik zal zijn papier even pakken. Alleen dan de kennels en de kerk, maar die heb je helemaal niet nodig, hoor. Nee, voor mijn leven niet, hè. Je bent altijd bij ons, ja. Je bent nooit alleen. Hm? En nu zijn jullie al een maandje hier. Nee, we zijn hier even omdat er een familielid erg ziek is. Okay. En dus dan duiken we na een week duiken we gewoon weer lekker terug. Lekker. Hm? Dag, gozertje. Even bij jou kijken, hè. Goedendag, kijk. Nee, beetje slaapje. Ja, we zijn al begonnen met kluifjes. Hij wilde ze niet en eindelijk vindt hij ze lekker. Ja, die hoek aan de kluif, dat is lastig, hoor. Ja. Grote ogen. Zo. Het is allemaal. Wat is het nou, lievertje? Zo, je heeft 2 tellen staan. Kruis de voorpoten. Oh. Nou ja, dat noemen we geen staan. Jongens, nee. Kijken. Hij wil gewoon liggen. Hij hangt. Veel beter. Ja. Dat gezeur allemaal weer. Hij gaat niet. Kom, even staan, vriendje. Kom. Indy, ga staan, kom. Ga staan. Kom. In de benen. Abla. Even stoer doen, vriend. Goed zo, grote kind, hè.
Geen raam, maar goed, hè? Ja, voor dit nergens last van. Hij heeft nergens last van. Wat is hij aan het doen daar aan die achterkant? Een beetje aan het pissen, hè? Is het weer gebeurd, schatje? Is het weer gebeurd, hè? Kom zitten. Al je prikjes weer gehad. Ja. Oh man, wat een weer. Loop maar, ik kom. Oh. Naar rechtsaf. Ze wil ons pijnakker uitjagen, Mappie. Maar we gaan eventjes bij ons oude huisje langs. Niet dat je daar langs kan, want het is een doodlopend wijk waar je met de auto niet in mag. Maar eens even kijken of ze er nog wat bij gebouwd hebben daar. We hebben namelijk een strijd moeten leveren met de gemeente daar om flats tegen te houden en een rondweg van beton op één hoog. Verhoogde weg zou dat toen zijn. Nou, dit is allemaal nog hetzelfde, maar ja, hier kunnen ze niet zoveel aan verknallen. Wat me wel opvalt, dat iedereen fietst in de regen. Dat heb ik vroeger ook gedaan natuurlijk. Nou, hier rijden we het wijkje in. Pleintjes. En hier komen we aan het laatste stukje. Daar moeten we nog om de sloot heen. Hier is een crematorium of een uitvaartcentrum. We hebben al heel wat oude dorpsbewoners uitgezwaaid. Denksportage, krijg dat. Denkstoep. Nou ja, oké. Okay. Dat is geen crematorium meer. Daar kunnen we niet in. Dus dat is goed om te weten. Ze zijn hier nog steeds aan het verbouwen. Okay. Dit is nog steeds hetzelfde. Singles, zo heette dat hier inderdaad. Wij woonden op de Schouwtraan. Volgens mij nummer 26, toch? Ja. Oké, daar wordt verbouwd. Er stond iemand voor het raam daar. Dat was ook te koop. Waar Mirjam woonde. Hier zo, hier kunnen we het zien. Dat huis. Oh. Er zijn lichtjes aan. Oh, die regende eruit. Wacht even zo. Dat huis, hier, daar woonden wij. En dit was ons uitzicht. Nou mooi, dan zijn we gelijk weg. Dit was ons uitzicht. Hier gingen we altijd wandelen. Dat is Bosbeerbos, dat heet het Paleibos hier. Dus we woonden niet slecht. Niet slecht. Schaafjes. Nou, dat was Pijnakker. We zijn al 10 jaar weg, dus de buren zijn... ons huis was toen verkocht aan mensen. Die hebben het toen ook alweer 2 keer verkocht, geloof ik. Dus die kennen we allemaal niet meer. Er wonen waarschijnlijk nog wel oude buren, maar na 10 jaar, weet je. We gaan die aanbellen. We hebben elkaar beloofd dat we alleen de naaste familie bezoeken. Er zijn er een paar ziek ook nog. Dus het wordt een beetje puzzelen. Maar dat geeft niet. Nu gaan we op weg naar Woerden. Woerden. Over 200 meter. Sla rechtsaf. Nou, we moeten eerst linksaf mee. Ja, begrijp ik. Dag Pijnakker. Wie weet, komen we nog wel eens een keertje langs weer. Gewoon weer. Misha, dit is buiten normaal. Ja, dat is ook zo. Maar niet verkouden worden. Iedereen om ons heen is verkouden. Het is heel eng allemaal. Iedereen loopt te hoesten. Nou, we komen sowieso eigenlijk nooit in aanraking met mensen. Behalve de paar vasten die we om ons heen hebben. Maar goed, het is een uitdaging. Nou, die Pindy die is lekker rustig, hè Indy? Ja, hè? Lekker te chillen daar. Je lekker te chillen, gassie. Zo. Over 600 meter. Neem de afslag rechts. Sla linksaf. Ja, ik zie hem al. Een zwerfkei. Ik zie een vrachtwagen staan. Nou, mooi. Ook weer gered. Ze zijn nog niet open. Dat duurt nog een minuut of 10. Geef niet. Geen haast. Ze zitten op de Jaap Bijzerweg, zoals je hier kunt zien, in Woerden. Zwerfkei. We worden niet gesponsord. Sla linksaf. En je bestemming bevindt zich aan de rechterkant.